Kersten. Ik zie wel een weerwolf. Oh no. Een weerwolf. Oh no. En dat is precies wat wij vandaag gaan tekenen. Een weerwolf. Tekenmeisjes. Tekenmeisjes. Wat hebben we dan allemaal nodig? Een fijnlijner. Een fijnlijner. Potloden. Puntenslijper. En een gum. Potloden! Wat gingen we nou ook weer maken? Een weerwolf! We kunnen meteen aan de slag. Ja! Hup, lekker water in, Sanna! Lekker snel! Lekker snel met die Sanna! Hoppatee! Dolfje Weerwolfje! Dolfje Weerwolfje gaan we vandaag leren tekenen. En we beginnen met stap 1. Dit zijn eigenlijk 3 stappen nu. Stap 1. De tekenmeisjes! Als eerst moeten we het hoofd maken. En dat is natuurlijk met heel veel haartjes en met de oren. Dus dat gaan we. Ik maak eigenlijk als eerst. Ja, go. Maar dan maak ik al die haartjes eraan. Een rondje met haartjes. Oh, sorry. Zie je niet? Het is wel lastig. Oh, jij doet dit zo. Dat is ook slim trouwens. Slim, hè? Oh, ja, ik ga het ook zo maken. Ik ga even met tape. Eigenlijk maak je dus... Je hebt een rondje getekend. En dan maak je... Plup, 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 plup. Kan je leeuw maken, leeuw? Je maakt eigenlijk een soort van ronde driehoekjes in het rond. Ronde driehoekjes in het rond. Maak dat maar even, yes. Ja. Oh, de oren in het rond. De oren moeten erbij. De oren moeten er ook bij. Jee, oké. Ik ga even een lijntje wegdoen. Zo. En de oren. Jawel. Oeh, weerwolf. Oké, klaar, we gaan door. Zo, sorry, ik ben flauw. Oké, met de ogen, de neus en de mond. Lijkt wel. Ogen zijn 2 rondjes. Nee, niet 2 vierkantjes. Nee, 2 vierkantjes. En hij heeft een piepklein neusje. Piepklein neusje. Het ziet er bij jou zo schattig uit. Schattig? Maar in mijn is niet mooi. Kijk dan die oren. Maar van proberen kun je... leren. Maar ik wil mooi hebben. Oké, ik maak dus het mondje. En in het mondje heeft hij 2 tandjes. En dan maak je de armen. Een truitje. En dan maak je de armen. Truitje. Dit is de eerste keer dat ik zelf wat tekenen. En ja, joh. En dan komen haartjes. En zo'n mooie... Oeh. Gruwelijke poten. Zo. Gruwelijk eng. Ik heb echt geen verwachting. Zo. Gaat hij goed leren? Nou, ze moest dus niezen. En dit is... Hotjoe! Hoesten. Of nee? Hoesten? Hoesten. Wat zeg ik? Hoesten. Oké, dan gaan we door met de broek. Kijk, mijn armen zijn veel... Deze is veel langer, deze arm. Ik maak ook fouten. Wat geeft dat nou? Heb je wel gehoord van de Mossoman? Dat was toch wel. Heb je wel gehoord van... Je moet er wel een beetje zo houden, Leo, anders gaat hij uit beeld. En dat wil je niet. Gehoord? Ik leg nog eventjes uit hoe het moet. Je maakt dus een broekje en dan maak je een soort rondachtige pootjes waarvan de onderkant plat is. Dan maak je 2 streepjes. En de staart. En de nageltjes. En als laatste de staart. Waar moet de staart eigenlijk? Oh, heel makkelijk. Ja, nou, kijk eens. Leuk. Tekenmeisjes, 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 tekenmeisjes. Ik zal eerst even die van mij laten zien. Eerst even hier, hi. En nou even... Hier, hi, hier, hi. Ik kan hem niet zo goed laten zien, wacht. Nou, gaat goed, gaat goed. Ook al zijn we er nog niet, daarom zingen wij de dingen. Misschien zijn deze een beetje ongelijk, maar ja, je mag het. Maakt niet uit, wat maakt dat nou uit? Ik heb namelijk twee hele ongelijke armen. Die ene arm is veel langer dan die andere. Maar wat geeft dat nou? Wat geeft dat nou? Wat geeft dat nou? Wat geeft dat nou? Mijn is niet mooi, maar wat geeft dat nou? Wat geeft dat nou? Wat geeft dat nou? Wat geeft dat nou? En nou gaan we met de schrijfpotloden het overtrekken. Geef mij even. En dan spoelen we door. Drukken. Drukken. Ik ben klaar. Drukken. Drukken. Echt. Yay, ik ben ook klaar. Ik kan nog niet. Ik ben nog... Oh my god. Oh my goodness. Deze heb ik gemaakt. Dit is mijn weerwolfje. Dit is mijn weerwolfje. En dit is mijn weerwolfje. Maar gaan we niet eerst eens even kleuren? Popdopjes. Ja. Als we gaan kleuren, weet je wat we dan doen? Nee. Spoel. Oh nee. We gebruiken daarvoor de viltstiften. Oh ja, goed dat je het zegt. En dan gaan we doorspoelen. Ja. We gaan terugspoelen. We hebben er weer rollen van af. Die zat helemaal in. We hebben er weer rollen van af. Ja. En dit is die van mij. Ta-da-da-da. Als Dolfje Weerwolfje. Ja, dat hebben we eigenlijk allemaal gedaan. Ja. Kijk maar, dit is de mijne. Met één lange arm en één korte arm. En dit is mijne geworden. Ik zal hem even schrikken laten zien. Een beetje dichterbij, dan ziet hij hem beter. En dat is dus mijne. Ja. Tekenmeisjes, 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 tekenmeisjes. Ja, dit was weer... video. Dit was weer de video. Dat was de laatste enge video met Sanna erbij. Ja. Leuk dat je er was, alle drie de keren. Meer enge video's maken, maar niet met Sanna erbij. Maar... Vond je het leuk? Ja. Ja? Ja. Goed zo, meid. Oké. Vond jij het nou ook leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van de Tekenmeisjes. Ja. En als je nou denkt van, die video die vind ik hartstikke leuk, maar is er ook nog ergens een voorbeeldje te vinden? Dat kan op www.detekenmeisjes.com of www.detekenmeisjes.nl. Dat kan ook namelijk. Daar kan je kijken en daar staan alle voorbeelden. Ja, die hebben we ook, joh. Die hebben we ook, meid. Dat is ook voor jongens. Dus teken jongens. Teken jongens. Dus op de website staan ook nog voorbeelden. Dat was wat ik wilde zeggen. Ja. Dat is wat ik wilde zeggen. Woehoe. Yeah. Zullen we nog een dansje doen? Ja, we gaan dansen. Woehoe.